Hallo, welkom. Ik ben Sabrina en ik heb deze keer een ietsje andere video dan normaal. Gewoon een unboxing, die komt er straks aan, van allemaal leuke juwelen. Maar buiten dat ook een kleine persoonlijke update, want het is natuurlijk een beetje gek dat ik opeens een maatje ben verdwenen van YouTube. En normaal gesproken geef ik geen persoonlijke updates, want het draait eigenlijk niet echt om mij, maar meer om de producten die in de unboxing zitten. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek. Dus bij deze een kleine verklaring daarvan. Eigenlijk heel erg leuk nieuws, want ik ben namelijk in verwachting van mijn tweede kindje. En dat is echt helemaal super, daar ben ik echt onwijs blij mee. Dat ging alleen helaas wel de afgelopen paar weken gepaard met heel veel misselijkheid en heel veel moeheid. En ik was gewoon van plan om afgelopen maand alle video's op te nemen. Ik heb dus ook die van Look Fantastic gewoon opgenomen. En ik was dat aan het bewerken om het online te zetten. En ik kwam echt zo warrig over. Dus ik zei dingen verkeerd. En ik zei dingen ook in de verkeerde volgorde. En het kwam gewoon, ik zag er ook niet uit. Het kwam ook gewoon echt een beetje raar over voor mijn gevoel. Dus toen dacht ik, ja, ik kan dit gewoon bijna eigenlijk gewoon niet online gooien. En toen dacht ik ook, volgens mij moet ik eventjes een beetje rustiger aandoen. Want het liefst zou ik eigenlijk gewoon, wanneer ik zou kunnen, heel eventjes een tukje doen. En eventjes bijtanken. Maar eigenlijk was ik al mijn vrije tijd bezig met YouTube. Dit is namelijk ook niet mijn baan. Ik heb hiernaast gewoon nog een baan. En ik heb natuurlijk ook al een zoontje. En daar kan ik natuurlijk geen tijd vandaan snoepen. Dus automatisch werd dat een beetje YouTube. Dus ik dacht, eventjes een maand dan maar niet. Hopelijk is het dan wat minder. En het is gelukkig ook wat minder. De misselijkheid en de vermoeidheid. Het is nog niet voorbij, maar het is wel echt een stuk beter dan het was. Dus vandaar dat ik er heel eventjes niet was. Eigenlijk dus een hele leuke reden, gelukkig. Dit zal natuurlijk niet de laatste keer zijn dat ik van YouTube verdwijn. Want over een paar maanden ga ik natuurlijk gewoon bevallen. En dan zie je me ook heel eventjes niet. En dan kom ik natuurlijk uiteraard gewoon weer terug. Maar dan zal ik het ook van tevoren zeggen dat ik er niet ben. En dan nu natuurlijk de unboxing. Ik heb namelijk, kijk, dit is het, een pakketje gekregen van Pure Lay. En dat is een juwelenmerk. En dat is me bekend. Ik heb namelijk de adventskalender van ze geunboxed. En daar heb ik toen heel veel hele toffe sieraden uit. En het is een van de tofste adventskalenders die ik afgelopen jaar heb geunboxed. Hij was toen 150 euro en de waarde was echt meer dan 500 euro, geloof ik. En ik vond het hem echt dik, dubbel en dwars waard. Ik heb nu ook een paar dingen om die toen in de adventskalender zaten. Dus deze, dit armbandje zat erin. En dit armbandje zat er ook in. En hier heb ik ook een ketting bij. En ik heb ook de ketting die ik nu om heb uit de adventskalender. Dit was apart, het bedeltje was apart en het kettingtje was apart. Want het bedeltje kan je aan meerdere kettingtjes doen die erin zaten. Maar ik heb hem nu zo gedaan. En daarna heb ik zelf ook nog eens een keertje een bestelling geplaatst. En die heb ik nooit op YouTube gezet. Maar toen hadden ze best wel dikke sale. En toen heb ik nog een paar dingen gekocht. Toen heb ik bijvoorbeeld deze oorbelletjes gekocht. En deze staan nu nog steeds op de website. Ik heb ook dit ringetje gekocht. Die staat ook nog steeds op de website. En eigenlijk, dit is wel mijn persoonlijke favoriet. De allertofste, maar die staat niet meer op de website. Is deze, die ik toen gekocht heb. En hier krijg ik altijd echt onwijs veel complimentjes om als ik deze om heb. Ja, dit is een ring met dus best wel veel kleurtjes. Maar vooral wat roze erin. En even kijken hoor. Ik zal heel eventjes laten weten wat de prijzen zijn van de dingen die nog wel beschikbaar zijn. Deze oorbellen zijn van €39,90 nu afgeprijsd naar €27,93. En dit ringetje kost €29,90. Ik heb ook een kortingscode van ze gekregen. En dat is Sabrina-20. Ik zal het ook heel even in de omschrijving zetten. En dan krijg je gewoon korting op alle sieraden die je wil kopen. Niet op alles, want ze hebben bijvoorbeeld ook een subscription box. Dus een abonnementsbox. En ik heb heel erg getwijfeld of ik die zou doen nadat ik die adventskalender heb gedaan. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Maar dat betekent dus dat je elke maand volgens mij iets van een armband en een ketting of iets in die trant, iets van twee dingen thuisgestuurd krijgt. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk, ja, dan ben je wel echt snel door je filmpje heen als je maar twee dingen unboxt. Dus ik heb dat niet gedaan. Maar ja, het is misschien wel iets leuks om naar te kijken. Die kortingscode geldt dus trouwens niet voor die abonnementsbox, maar wel, geloof ik, voor alle andere juwelen. En dan nu de unboxing. Er staat Aloha 5 Years Pure Lay. En hier, je ziet ook een beetje aan het stickertje dat erop zit. Alles is, geloof ik, een beetje Hawaii geïnspireerd. Dus een beetje zo'n beach vibe en een beetje zo'n beach look. Dit zijn de pakketjes. Het zijn er dus vier. En ik ga ze één voor één uitpakken. Het zit echt super schattig verpakt in een onwijs lief tasje. En ik heb voor alles goud.
Maar ze hebben alles ook in het rosé-goud of in het zilver. Deze oorbelletjes heten Arcobaleno. En dit is roestvrij staal en 18K gold plated. En deze kosten €35,90. Ik heb expres mijn haar omhoog gedaan voor de oorbelletjes. En ik ga ze ook heel eventjes indoen, want ik vind het wel leuk om te zien hoe ze staan. Oh, deze vind ik echt heel tof. Hier, ik zal ze eventjes van dichtbij laten zien. Het zijn dus twee kleuren steentjes. Dus eerst heb je een beetje zo'n aqua kleurtje op het begin. En dan lopen ze over in donkerblauw. En dat geeft best wel een heel tof effect. En dit zijn trouwens gewoon stekers. Dit zijn geen ringetjes. Oh, dat vind ik echt heel tof. Daar ben ik echt heel blij mee. Oké, we gaan door naar de volgende. Dit is de volgende. En ik wil gewoon heel eventjes de verpakking laten zien. Want die is echt super schattig. Het is een bangle. En dit is de Bangle Ringtailed Lemur. En er staat dat die stainless steel 18K gold plated is. En deze kost €35,90. Kijk, hij heeft hier van die zwarte stukjes. En dat gaat niet helemaal rond. Dus daarna wordt hij gewoon normaal goud. En ook aan de andere kant zitten die zwarte stukjes. Ik ben dus gek op dit soort bangles. En dat komt met name omdat ik gewoon echt heel erg krap in de tijd zit 's ochtends. Dit soort armbandjes die kosten natuurlijk best wel wat tijd om te doen. En dit doe je gewoon om en dan ben je klaar. Kijk, ik zal hem heel even omdoen. Om te laten zien hoe dat eruit ziet. Kijk, dat is toch echt super tof. Dat vind ik echt heel gaaf. Dan gaan we door met doosje nummer 3. Deze oorbelletjes heten Laula, earrings Laula. En ze zijn zilver en 18K gold plated. En deze kosten €45,90. Kijk hoe schattig deze zijn. Deze hebben dus steentjes helemaal rondom met stukjes goud ertussen. En deze dus ook weer. Ze zijn volgens mij allemaal beschikbaar in het zilver, in het goud en in het rosé goud. Dit zijn wel ringetjes die je vastklikt. En deze hebben meteen iets best wel heel erg chiques. Ik zal het heel even laten zien van dichtbij. Ik hoop dat dat goed te zien is. Ze hebben dus rondom die stukjes. En ja, ik weet niet. Ze hebben wel iets heel erg verfijnds of zo. Ik vind ze echt onwijs chic. Ik draag dus best wel veel kleine oorbelletjes gewoon in het dagelijks leven. Vaak voor de camera wel wat grotere, omdat het dan wat meer opvalt. Dingen vallen best wel snel weg bij de camera. Maar ik ben in het dagelijks leven dus best wel fan van hele subtiele juwelen. En volgens mij, wat ook wel handig is om te weten, is dat het dus waterproof is, staat er. En dat weet ik niet. Ik heb er nooit mee gedoucht met de dingen die ik van Purelée heb. Maar ik heb wel een hele vakantie lang oorbelletjes van ze gedragen. En ben ik gewoon mee in het zwembad geweest en zo. En dat was eigenlijk geen probleem. Ook het chloor heeft het niet verkleurd. Ik voel me echt zo'n onwijs kind in de snoepwinkel. Echt heerlijk. We gaan naar het laatste. Dit zijn oorstekers en ze heten Earrings Positivity. En ze zijn van stainless steel en ze zijn 18K gold plated. En de prijs van deze is €29,90. Kijk, dit zijn de laatste oorbelletjes. Echt super verfijnd. Echt een onwijs mooie kleur. Net als bij die andere. Die beginnen een beetje met dezelfde kleur en die worden dan dus donkerblauw. Maar deze hebben echt zo'n beetje zo'n aqua kleurtje. En ik heb nu nog niet echt een kleurtje. Maar ik hoop dat ik daar iets aan kan doen deze zomer. En dan is dit echt zo'n mooie kleur om te dragen. Ik ben hier echt helemaal happy de peppy mee. Dus ik vind het echt heel tof. Nogmaals, wil je nou ook shoppen? Dat kan dus met de code Sabrina20. Sabrina-20. En ik laat het eventjes achter in de omschrijving. En dan krijg je 20% korting. Tot zover mijn persoonlijke update en deze unboxing. Heel erg bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. En gewoon dus weer als van ouds. Ik ga gewoon weer de normale unboxings opnemen.